Dat is de 919e week zonder praktisch één dag te mankeren. Dan praktisch nog nooit een dag gemankeerd. Die stoel, die tafel, die courant air hier in de gang. Vieze reuk, vieze gezichten, vieze muren, vieze klanten. Vieze eten ook al, waar haalt ze het. Ach, 919 weken. Met één week aftrek voor de varkensgriep en drie losse dagen. Eén dag Palais de Justice, één dag notaire en één dag sterfgeval. Wat een leven. Bon Dieu. Ik ben de eerste voor een keer. De smoelen zijn er nog niet. Nog geen ene smoel aanwezig. Goedemorgen, vrienden. Wat was ik nu weer van plan? Ah, ja. Hij verdient niet beter, hè. Pest hem hier weg dat hem zijn overplaatsing aanvraagt. Dat was verdomme mij goed recht. Met mijn anciëniteit, meneer, met zijn voorspraak van de politiek en van de klerus. Je moet naar mensen komen werken, ze. Verlangen ze dat je er mij even kop blijft, hè. Je moet er mij even kop blijven. En hij al even vergeten. Weer een week bureaucratie. Weer een week onder het gezag. Gezag. Verdomme. Moet laten voor de zot houden, ja. Wat kan ik belachelijk maken, dat heb ik gedaan. Stomme trees. Koud dat het hier al is, hè. Koud, hè. En voor de 1e oktober geen verwarming, hè. Geen graad. Nul. Persoonlijke moeilijkheden. Dat telde niet met mij, hè. Die moet het thuis laten, hè. En nogthans voor iets hoger in de wieg gelegd. Voor iets veel hogers. Kou lijven tot de 1e oktober en daarna nog. Tel het van mijn tijd marcheert je nog niet. Ik geloof nogthans dat ze deur niet mochten opslagen. De wet, hè. Maar dagen er die mij genallen, hè. Dikke snijmen een portemonnee. Beste Bakunin en Kropotkin. Ik zit hier in het hol van de leeuw. Maar het zal veranderen. En tot gisteren niet weten. En morgen trouwde hij bij God. En ik maar. En heel de trein die het wist. De zomer stikken en de winter bevriezen. Bonjour, monsieur Bakoffa. Goedendag, heer Ruwaard van Vlaanderen. Ik heb een voorstel. Wat zou je ervan zeggen? Eén bondstaat. Eén. Eén, hè? Bruxelles. En twee kolonies. La Vlaanderen en la Wallonie. D'accord? Ge zegt er zo niet, hè? Groet. Ik breng de zon mee op deze prille maandagochtend. Ik heb namelijk de hoed mee van Jomme Dox. Ah, dat werd dat ook, verdomme. Kom eens bij mij, jongen. Ja. Oh, meneer Prosten, hoe heb je dat toch eens hier gedaan, zeker? Laat me met rust, hè. Wanneer gaan jullie nu eens ophouden met die flauwe grappen? Wat? Ja, ik weet dat Jean de Pester de hoofdschuldig is, maar jullie doen eraan mee. Maar meneer Verastenhoven? En nu krijg je hoed niet, jij. Maar wel nog schooner dat, hè? Je krijgt hem niet. Ja, maar ik heb niks gedaan. Je krijgt hem niet. Zijn, dan ben ik toch weer de dupe, hè? Dan stond ik voor het vaat van mijn hoedmuigen in ontvangst te nemen. Na stad het te gebeuren en wat gebeurt er? De Pester met zijn streken oeit rood in de soep. Dat is hier verdomme iedere nacht hetzelfde liedje. De Pester jaagt Verastenhoven uit zijn harnas. In mijn harnas, Betty. Oh ja, en wij kunnen de gebakken peren vreten. De puntjes moeten op de i staan. Er moet gezwegen worden. Er moet gewerkt worden. 5 minuten kunnen er niet af. Ik mag niet meer met mijn lief telefoneren. Ik mag niet meer lachen. En dat is allemaal de schuld van de Pester, hè? Weet je wat, de Pester? Uw karakter, dat is nog slechter dan dat van mij. Oh. Ja, en dat betekent wat, is, ja? Rancunus, die heb je. Ja, rancureus, dat zeg je, zo. Rancureus, hè? Ja, rancureus. Zien jullie nu dat jullie meedoen? Jean de Pester begint. Ik? Ja, tsa. Oh. Maar jullie doen lekker mee, hè, tsa. Nee, je krijgt hem niet, hè. Zie, als goed, de Pester.
Dan heb ik die 900 frank terug in de kas geleid, hè. Die noot, die is volledig betuld, hè. Die is mannen aangedoen, hè. Mannen recht geaarde aangedoen, hè. Goedemorgen. Ja, meneer. Wat kil vandaag, nietwaar? Ja, het wordt winter, meneer Percé. Herfst. Ja, nederdwarrelende bladeren en mist en zo, hè. En slecht gezind, dat. En slecht gezind, hè. Het is goed, dan valt hier niet uit een toon. Hoe is het met de kinderen, Jean? Goed. En met José ook, en met mijn schoonmoeder ook, en met mijn tante Non ook. Ja. Dat is de plaag van de socialisten, hè, dat ze nog allemaal een tante nonneke hebben. En jomme, Adelbert, hoe is het ermee? Zijn stoelgang was nogal moeilijk deze morgen. Te veel chocolade, te veel chocolade. Van mij krijgt hem geen chocolade. Dan zal het van de nederdwarrelende bladeren zijn. Kom, vrienden, ga zetten weg en aan het werk. En met een blij gelaat. Ik zal het voorbeeld geven. Hoewel ik slecht gezin ben, zal ik een toonbeeld zijn. Alle nachtmerries, boosheden, weg, weg, weg uit mijn hoofd. Mijn dag zal alleen nog gevuld zijn door opwekkende gedachten en daden. Vrolijkheid, Hippo. Wat had ik gezegd, Philemon Percé? Wat had ik gezegd? Wat had jij gezegd, Miranda? Dat hier. Geen gedichten meer, had ik gezegd. Gedaan met gedichtjes tussen mijn dossier te schuiven. Gedichtjes? Ik nooit. Oh, maandenlang heb ik jouw poëzie geslikt. En dat heb ik nog genomen ook, zolang het van die romantische onzin was. Onzin? Nee, de dagen schuiven, jouw haren wuiven. Nee, nee, waar? De dageraad van mij brengt jij tot mij in trippelpas, alsof je een parel was, hè? Wat wiegt er al aan jou? Wat schuilt in iedere vouw? In de vouw van je man. Maar nu ben je te ver gegaan, Percé. Dit is pornografie, Percé. Zes smerige gedichten. Maar dat heb ik niet gedicht. Ik niet. Je reinste pornografie. Ja, reine pornografie. Maar niet van mijn hand. Dit is een belediging, Percé. Smeerlapperij. Maar dat is smerige taal. Er is zelfs geen poëzie. Dat zijn karamellenverzen. Ik zweer het op het hoofd van jullie allemaal, mijn bedinden, dat ik dat niet geschreven heb. Aanlokkelijk stuk. Oh, maar ik heb dat niet geschreven. En ik ook niet, hè. Ja. En ik ook niet. En ik zeker niet, want ik ken al die vezenwoorden niet, hè. Ja, ik ken die woorden wel allemaal, maar ik heb dat nog nooit op papier gezet. Nooit. Ik kan dat niet geschreven hebben, want voor mij is dat nog niet vuil genoeg. Ja, en Bacon, die mogen we vergeten, want die kan geen vlam schrijven. De Pesser. Binnen 10 minuten op mijn bureau. Alsjeblieft, directeur. Je hebt het gehoord, hè? Binnen 10 minuten op zijn kantoor. Ik zal er ook staan. En ik ook. En ik ook. Ik heb ook klachten. Alleen de Pesser en ik. Binnen 10 minuten. Filemon heeft dat hier. Alsjeblieft, Paul. En verder, ik hoop dat je het niet vergeten zei. Om 11 uur is het receptie op het bureau van de directeur-generaal... voor de inhuldiging van de nieuwe computer. Fanny, uw jas aan en uw strop, dat is in orde. En uw gedragen, alsjeblieft, hè. 1 whisky en 2 fruitsappen. En niet omgekeerd, hè. En niet te veel stomme tuiten uitkramen, als het enigszins kan. Iedereen. Nee, niet iedereen. Oh, niet iedereen. Iedereen behalve Dons. Ja, dat is waar, ja. De klasseerders en de gangwachters worden afzonderlijk uitgenodigd. Zonder de directeur-generaal. Zeg, maar dat is nou een slag in mijn gezicht. Het is zo beslist. Dat is nooit zo geweest. Nu is het zo. Afzonderlijk. Ja. Ja, maar ik stink toch niet zeker? Het is geen kwestie van stinken. Zeg, dan noem ik nou eens discriminatie. Geen kwestie van discriminatie ook. Discriminatie, nee. Akkoord. Ik ben de liefste in graad, maar ik ben er altijd bij geteld geweest. Hè? De klasseerder is ook een bediende. Ja, jongen. Ja, maar ik weet het, directeur, de liefste in graad, maar desalniettemin, ik neem dat niet. Hè? De computer wilde ingeldigd. Maar wie zal er nou uiteindelijk met de computer te maken hebben? De klasseerder met zijn fischjes. De klasseerder is als het ware een aanhangsel van de computer. Waarom werk ik niet als eerste uitgenodigd? Als eerste, hè? Misschien omdat je zijn naam niet goed uitspreekt. Hè? Ik spreek dat uit gelijk als het er staat, zonder vroeseltjes. Computer. Zeg maar, wie heeft er maar in fouten uitgestoten? Regeling van hoger hand. Van hoger hand. Ik heb mijn inlichtingen, hè. Moet je niet, Bossé. Daar, ze. Juffrouw Puijs en de secretaris van een directeur-generaal. 2 handen op 1 buik. Die 2 hebben dat zo gearrangeerd. Niks van. Jij denkt zeker dat je dat niet weet? Meneer directeur-generaal, we zijn hier met de regeling. We stellen voor dat de bodes, de mesmadammen, de dactylo's en de klasseerders niet meekomen naar de grote receptie met de whisky. Maar dat ze in een kleine bijeenkomst komen met koffie en fruitsap. En aperitief. Jij hebt het uitgevonden, gij, ik weet het. Voor de goede gang van zaken. Je hebt de dactylo's ook willen uitstoten, hè? Maar daarin zijn ze niet geslaagd, hè? Omdat dactylo Sonja van 3e, de zuster is van de secretaresse van 7e. En dan Mimi van 4e, hè? Clive is van de getrouwde onderafdelingschef van 8e. Die op alle recepties maar 5 minuten kan blijven om vlug in Le Ciel. Ja, dat is goed. En daarom mogen wij nu toch komen. Schoon is dat.
Je hebt er geen zaken mee met wat wij op hoger niveau beslissen. Wij moeten de mensen ontvangen, de dranken kopen en verdelen. Je mocht hem zelf opdrinken. Ik ben solidair met de jongen, ik kom ook niet. Goed, goed. De standing kan er alleen maar bij winnen. Alsjeblieft. Kom, jongen, kom, trek het u niet aan, jongen. Het is toch maar een vervelende boel, zo'n receptie. Een slag in mijn gezicht, dat is het. Oh, kom, kom, dat is een groot woord, hè. Ja, en als ik het geweten, hè. Ik kan dat wel niet goed dichten, hè. Maar dan heb ik ook een stukje volle proza geschreven, hè, die madame. Anarchist, dat zou die worden. Bravo, jongen. Ik had hier nog ergens lidkaarten. Ik had mij anders deze morgen speciaal geschoren en alles, hè. En een frictionke. Allee. Had u voorbereidselen getroffen? Och, jammer, het is allemaal zo niet bedoeld. Oh, natuurlijk niet, we hadden het goed bedoeld. Ja, die Rij heeft gedaan om goed te doen, zeker. Je weet toch wat dat achter de rug van alle uwe tweeën zeggen, hè? Ja, ja, we weten het, ja, ja. Ah, ja, maar ik zou het nog gaan geloven ook, hè? Nee. Wat tussen mij en juffrouw Puijs is, dat is... Platonisch. Ja, ja. Nee. Nee. Nog minder. Ik heb uwe getween het van de wijk nog verdedigd. Ik heb gezegd, wat dat tussen meneer Persijn en juffrouw Pauze is, dat is platonisch. En platonisch, dat kun je gaan niet zien. Dus zweg erover. Platonie, dat zie je niet. Ja, ja, we weten het. Ja, ja maar punt erachter. Om 11 uur een whisky en 2 fruitsappen. En nu aan het werk, hè. De pisser. Je weet het, hè. De pisser. Ga zitten. Hierover zal het gaan. Ja, ik weet het, ik weet het. Ik heb 3 vragen. Heb jij dat geschreven? Waarom heb je dat geschreven? En waarom 5? 5? Dan heeft ze nog geen achtergehouden. Volgende vraag. Waarom 6? Rond getal. Steek niks achter. Nu, ik kan er zo wel onder schrijven. Hè. Ik kan rijmen en dichten zonder mijn op te lichten. Ja, ja, het is goed, het is goed, het is goed. Maar zeg, 10 is al beter dan de andere. Kwestie van tijd in te steken. Ja. Deze hier bijvoorbeeld. Ah, wel, zie je dan niet dat ik bezoek heb? Is dat bezoek? De 403's moeten geparafeerd worden. Straks. En doe de deur toe. Deze hier bijvoorbeeld. Ah ja, dat van die... Ja. De pest. Directeur. Ik kom terug op een 2e vraag. En pas op, niet meer lachen, hè. Waarom heb je dat geschreven? Om eens te lachen. Pas op, hè. Ja, om te lachen. Oh, en is er gelachen? Nou, we waren toch al goed bezig. Maar wij weten dat Percé af en toe eens een gedichtje schrijft voor haar. Ja. En nu is ze verleden week zo'n stukje in een dossier blijven zitten. En ik heb het... Allee, waar is het? Allee, ik heb het... Maar allee, je zit het toch niet verloren, hè? Hier. Tot ziens. Voilà. Och, als koren dat rijpt en hoog staat... Als een pijl die straks... Als een pijl die strak op een boog staat... Zo is mijn gevoel voor jou. Ja, als een lege put die gevuld wordt. Als een stille vriend die geduld wordt. Zo heb ik mijn hoop opgebouwd. Onschuldig en pril en stil. Phil. Nee, dat staat er niet, hè? Ja, maar dat hebben wij erbij gedaan voor het liedje, hè? Het liedje? Ja, Gilbert en ik hebben dat muziek opgezet. Wat is nu? En hoe gaat het? Hoe gaat het? Als koren. Ja, maar niet erop, hè? Niet erop, ik kan dat zo goed niet Gilbert weten. Wij ja, niet. Allee, roept hem. Jammer, hè? Nee, ik wil het horen, Fanny, kom hier. Zitten. Hier. En zingen. Ga ik hem zingen, hè? Oh, het is een marsje. Oh. Als koren dat rijpt en hoog staat, als een pijl die strak op een boog staat, zo is mijn gevoelen voor jou. Als een lege put die gevuld wordt, stille vriend die geduld wordt, zo heb ik mijn hoop opgebouwd.
Onschuldig en pril. 3, 4. En stil. Phil. Wel, Filemon. Je had altijd een zangkoor willen hebben op onze afdeling, hè? Gaat er naar je. Zijn ze content? Hier ga ik kwaad zijn. Hallo, Tienpunt. Wat, hè? Een nieuwe bediende op mijn dienst? Daar weet ik niks van. Zijn je daar op de personeelsdienst zot geworden? Ik heb geen nieuwe bediende gevraagd. Ik heb er geen werk voor. En trouwens geen plaats. Ja, ja, goed. Ja, stuur het maar op een ander. Van mij komt hem niet binnen. Ja, je hebt het gehoord, hè? Hij komt er niet in. Nee, hij komt er niet in. Nee. Dat is goed, hè? Wat denken ze nou wel? Maar nu een bediende op mijn dak sturen waar ik geen plaats voor heb en geen werk. Nooit. Mist alle opvoeding. Oh, die gokwazen ze. Hallo, Tingpong. Ja, oh, ja, meneer directeur-generaal. Zeker, meneer directeur, tot uw diensten. Meneer directeur, mijn nieuwe bediende. Op mijn dienst. Ja, werk genoeg, meneer directeur-generaal. Ja, veel werk, ja. Ja, ik kan het werk een beetje verlichten. Ja, ja, maar hij is welkom. Hij is wel, wie is het? Het is de zoon van, ja, we zullen hem met open armen ontvangen. Ja, het is beloofd, meneer directeur-generaal. Maar gerust, hè. Ja. Ja, ja, tot straks, nietwaar, op de... Dus, ja, cessa. De, meneer directeur-generaal. Sinds meneer, tot de dienst, meneer. Ja, meneer. Ja. Oh, dat is een ramp. Nog één. Dat is geen directeur. Dat is een chimpansee. Oh, en kwaad dat hij is. En dat mag een mens niet kwaad worden. Allee, vooruit, jongen, laat alles vallen en ga toch maar mee. Ja, maar ik mag toch niet, de rode kaart. Van het veld gestuurd. Ja, maar je doet of je niet slimmer bent, hè? Ja, dat is het juist. Ik ben slimmer, hè? Voilà, mannen, zijn jullie klaar? We zijn al 5 minuten over tijd, hè? Nog hier voor mijn appartement op Ibiza. Voor 2 maanden tegelijk. Dat kunnen ze maar niet laten gaan, hè? Zijn vrouw heeft zon nodig van een dokter, zegt hem. Verstandige dokters tegenwoordig, Paul. Zeg ik ook. Allee, mannen, je weet het, hè? Hier een whisky, 2 fruitsappen, hè? Allee, kom. Jongen. Ah, vanaf van Martijn, kom joh, kom binnen zitten. Als je me compleet ze. Voilà. Ja, wat is er aan dan, jongens? Ja, zit dan hier, kom. Wist er mij, ja. Voilà, zit. Vrienden, collega's, klasseerders, Gust, Valère, Martijn, Mark. U hebt ook, zoals lijk ik ook, de pijnlijke kaakslag gevuld, gevoeld, ons klasseerders toegebracht door een lijn te trekken onder de klerken. Die lijn is er en wij moeten vaststellen dat al het personeel zijnde onder die lijn als wordt beschouwd de kwantiteit... Quantité négligeable. De quantité négligeable. Wat? Door Hogerhand. Leven wij nog in de middeleeuwen? In de tijd van het slavenkoor? In de tijd van de meiden en de knechten? Dat is juist, jongen. Dat zijn wij. Knechtjes, hè. Knechtjes, hè. Ja, maar zeg, eerlijk gezegd, hè. Mij kennen het allemaal niet zoveel schuilen, hè. Ja, maar Martijn, jij toch ook nog een klasseerder, Sarte? Dat klopt. Ja, maar eerlijk gezegd, hè. Mijn hart, dat klopt meer voor de grieten. Zeg, Martijn, maar dan mag ze niet, jongen. Dat is ook een overdomme. Maar het is al niet de wind. Hey, pas op, hè. Ik lees wat ze. Die lijn... Dat is van Hogerhand een unilaterale... Pas op, hè. Ik heb dat woord speciaal opgezocht. Beslissing. Om ons niet tussen de mensen te laten komen. Zijn wij dan geen mensen? Zijn zij misschien bang misschien van Hogerhand? Dat is 2 keer en misschien. Ja, 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 dat is juist. Je kunt misschien en misschien schrappen. Ja, ik zal hem misschien schrappen. Ja, dat is, sorry. Bedankt.
bang dat wij ons zullen gedragen als verwerperlijke dieren? Dat men ons behoedt te staan met het glas in de hand naast de andere met de welke wij iedere dag wel te samen mogen werken? U hebt het woord, dat was die inleiding. Wie spreekt het eerst? Niemand, dan geef ik het woord aan meneer Baconfoy. De bodes, de zeven bodes zijn bijeen geweest. We hebben gestemd, mondeling. En wat is er uit de bus gekomen? Let op, we gaan niet. Absence absolue de huissier. We gaan naar huis. Dat ze een jus de tomate zelf achter een kravat giet. Klaar en duidelijk voor iedereen? Ja, ja, maar zij doen wat ze willen. Hè. Zij zijn bodes, maar wij zijn klasseerders. Ja, 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 wij zijn niet verplicht om hetzelfde te doen. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. De heren distancieren zich. Ja, maar het is toch waar, hè? Bacon, ja. Wij doen toch bureauwerk? Wij hebben toch een bureau? En wij niet zeker, hè, ja, Peet? Op de gang, op de ja, gang. Ja, maar daar ligt ook ons werk. Er is nog een verschil, hè, Bacon. Ja. Wij zitten in schaal 41 bis. 43 bis. Of 43 bis en de bodes in 47. Jeetje, dat zit in een speech af te steken tegen de discriminatie en ze doen het zelf. U discrimineert niet, discrimineer. Nee, dat is niet waar, maar als er een lijn moet getrokken worden... Als er een lijn moet getrokken worden, de bureau is geen gang. En de gang is geen bureau. Omdat onze responsabiliteit in de gang ligt. Ja, en ons examen dan, vriend. Uw examen is die zwaarder of niet lichter? Geen examen. Hoeveel is 2 en 2? 2 en 2. Oh, ja. En ons taalexamen? Taalexamen? Ja. Wie is ja en no is nee? Wie madame, no madame, le quichet est là? De voorzitter van deze brainstorming. En als voorzitter eis ik nu dat deze twee heren tot de orde komen. En ik eis nu als voorzitter volledige stilte. Aan mij zal het niet liggen. Salut. Oh, het is toch waar, hè, jongen? Lustert, Gust. Dat zijn klasseerders en dat zijn bodes. Gelijk als dat er kopmannen zijn en knechten. Maar... Ze rijden allemaal op een velo, hè? Ja, dat is juist. Maar voor welke feiten staan we nu? De knechten stappen af. Met andere woorden... Ze boycotten de receptie. Ja, dat is juist. En wat doen de kopmannen? Wel, de kopmannen die rijden dan zonder knechten naar die receptie. Ja. Nee, de kopmannen stappen ook af. Allee, ik ben de jongste hier, hè. En ik ben nog mijn zus kopman. En knechten of geen knechten, ik mag niet afstappen. Ik blijf in het peloton zitten en ik wacht de sprint af. Ja, maar wat doe je dan in de sprint, hè, zonder knechten om die sprint aan te trekken? Verloren zijt je toch voor? Nee, ben ik niet verloren. Oh. He? Parijs Tour vorig jaar. He? Ja, maar dat was niet meer of niet minder dan een surplus dat. Hè. En dan in één keer, jep, en ze waren weg, hè, jong. Maar dan was geen knecht niet meer te zien. Uren in de omtrek niet. Ja, maar dat was een abnormale sprint. Hè. Ik hoor het de Fred de Bro nog zeggen. Hè. Beste sportliefhebbers, er is daar iets abnormaals aan het voorvallen. Nee, ja. Nee. Ik hoor het hem nog zeggen. Hè. Beste dames en heren, mijn monitor is uitgevallen. Nee. We werken hier onder slechte toestanden. Dat was Parijs Tours niet, jongen. Dat was die andere klasseker meer naar het zuiden daar. Nice. Ja, wel, jongen, waar dat zo'n monitor is uitgevallen. Dat was in Parijs Nice. Goed gewijd. Pas op, want zijn monitor is deze jaar al meer als een keer uitgevallen. Alleen, jongen, denk eens gewoon na. In Nice zet hem alleen maar zonder kleurs. Voilà. Maar helemaal uitgevallen. Was hem niet? Ja, dat is juist. Dat was toen dat hem zei... dames en heren, er flitst een grijze massa door mijn scherp... Ja. Waarvan ik de inhoud niet kan achterhalen. Ja. En die sprint waar jij over spreekt, hè, dat was Milan-San Remo. Man, nee, een vriendje die Milan-San Remo zat hem zonder beeld. Toen had hem heel de sprint moeten doen met de blote ogen, met de blote ogen. Ja, maar dat was niet moeilijk, hè. Hij zat alleen voorop. Maar nee, dat was nog op de Capo Berta. Die is later nog ingelopen. Ja, maar was het de surplus of niet? En ik zeg, als je verslag geeft, dan geef je verslag. En dan zal je het toestel goed is afgesteld of je begint er niet. Ja, dat begrijp ik ook niet. Want ik zit op kilometers. Op kilometers, hè. Ik ben niet van de tv en ik heb kleuren. En Fritje, die geven ze een zwart-wit post mee. Daar gaan ze het nu op uitsparen. Voilà. Begrijpt het dan nu? Maar geef toe, kleur of geen kleuren.
En mist die rap, hè. Ook eens in de kop, hè. Ook eens in de kop. Ja, 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 als hem zegt, voetrimpjes dicht. Ja. Het gebeurt, hè. Ja. Drinkbussen weg, hè. Hopla. Ja, en de combins, hè, dat kan hem toch ook goed uitleggen, hè. Zo, alleen dat iedereen dat verstaat. Hè? Ja, maar dan neem ik toch liever ikske de zadel. Maar ik de zadelaar, dat is voetbal, jongske. Maar dat weet ik, jongen. Hoe kunnen we dat nu vergelijken, voetbal met koers alleen? Ik wil alleen maar zeggen, Rick de Zadeler, die kan een goal zien aankomen. Ja, en Fritje dan, hè? Juist, Frit, dat is koers. Ja, ja, maar hij weet toch gewoonlijk wel wie dat gaat winnen. Omdat hem de combins kent. Oh, nee, jongen. Nee. Oh, het is een gewezen rennen. Nee. Luister, die zegt, Gust. Ik heb eens een hele geleerde man, hè. Dat was zo op een sportavond, ja. Zo'n soort, een fysioloog, dat ze zeggen, hè. Het volgende horen, zeggen ze. De grote klassiekers worden verdeeld onder de grote renners. Ja, ja. En onder de onderscheidelijke merken. Ja, maar pas op, ik geloof ik dat ook niet. Want ik ben rechtgestaan en van achter in de zaal. En ik heb de volgende vraag gesteld. Meneer de fysioloog, wat doet u dan met een platte band op een kilometer van de meet? Zeg, wat die verstond dan is, hè? Eerlijk gezegd, ik verstand dat ook niet, hè. Allee, Martijn. Moet ik er een tekeningsgebouw maken? Oh, ja, ja. Allee, ik ben naar Kopman Maartens. Hè? En ik mag naar bijvoorbeeld naar Isseni. Ik mag Parijs-Brussel winnen. Hè? Mm-hmm. Er is geen probleem. Iedereen is akkoord. Dat zijn die dag 5 ontsnappingen die huilen alle 5 terug laten inlopen. Omdat ze goed weten, als ik maar op het kop van het peloton zit, veel als buiten sleuren, dat het teken is dat ze van ver moeten stilvallen. Dus geen probleem. Heel pak bij in, op minder dan een kilometer van de meet. Iedereen is akkoord, maar hop, met een vuist een band springt. Ja, ja, dat kan gebeuren. Ja, of zijn achterste, hè. Paniek, paniek, paniek. Want stoppen op minder dan een kilometer van de meet, dat gaat niet, hè. Wie gaat er nou winnen? Dat weten ze wel niet, hè. Maar dat weet Fritje de Brand dan ook niet, hè. Maar die fysioloog, die wist dat ook niet, hè. Dat kan ik geloven. Heren klasseerders, er komt mij daar een telefonisch bericht door. De heren klasseerders worden door de directeur-generaal uitgenodigd om dringend op de grote receptie te komen. Ah, en de bodes? Ook, ja. Iedereen. Oh la la, zeg. Zeg jij maar dat. Dat is dat, hè. Ja, jongen. Dat, hè. Ja, ja. Die hebben al goed van onze protestaties, hè. We zijn in ere stelte, jongen. Ja, ja. Gerechtigheid is geschied. Voilà. Zeg, wat dat toe, hè, als je tanden zo'n kind hebt. Zeg. Zal er gewoon tegen zitten, Bacon. Was teten in de mes? Teten niet, maar een drank was te drinken op de receptie. Ah ja, hoe was het op de receptie? We hebben dan nog wel een figuur geslagen, dankzij jou. Profeetje. Bacon, dat van die telefoon, dat was niet waar. Toet, hier ze. Hier staat hij. Telefoon. Bacon, ik heb een onderzoek ingesteld en geleegd. Ze hebben u toch niet uitgelachen, zeker? Zeg, ik kan dat niet op een gezicht slagen. Hè. Dat lijkt niet meer in mijn natuur, hè, maar... Yes, vriendelijk, merci. Ik maak uw zaak aanhangig, hè. Ah, en waar gaat u dat doen? Ik maak ze aanhangig, hè. Verstaan je dat? Aanhangig, hè. Ja. Te verwachte sancties, hè. Bon Dieu. Pourtant, ik heb die een telefoon gehad. Van Fanny. Fanny? Zeg het tegen de jongen, zei hij. Die trapt er toch in. De 1e april hebben ze hem ook altijd liggen, heeft hij gezegd. Ja, en dat is ook waar. Want verleden jaar, dat weet je toch nog? Die 2 tickets die ze aangesmeerd hebben voor die cirque die in Parijs stond die dag. En ga maar naar de Place Flagey. Met 2 tickets voor u en uw Adelbert. Jongen, ik zal gewoon vaderlijk spreken. Maar meneer Tienpont en ik zijn niet te spreken over uw gedrag. En ik ook niet. Je was er niet gevraagd met je bende. Er waren geen glazen genoeg en er was een gesprek aan de gang. Zeker. Een storend element. Een opschudding.
Een knuppel in een hoenderhok. Ja, komt dan daar op de receptie binnenvallen, zeg. Ik heb me ziek gelachen. Jomme, jij als leider van het klasseerderskorps hebt onze dienst in opspraak gebracht. Ja, de directeur-generaal die tegen 10 pond zegt. Wie is die dikke nul? Schande. Grote schande. Oei, oei, zegt de directeur-generaal nog. Ze komen eruit, toch niet, was ze zeker? En meneer Tienpont hier nog altijd bezig is met het goed te maken. Met het goed te maken, ja. Nee, Betty. Meneer Verrastenhoven, jij als zijn onmiddellijke chef zal hem een verhoor afnemen. En een nota opstellen. Hierarchisch en met afschrift. Ja. En jongen, je zal je verontschuldigingen aanbieden. Nee. Ja, en je verzachtende omstandigheden platen. Nee. Verrastenhoven? Meneer Doks, dat spreekt ze. Vanie. Ik, Doks? Ja, gauw, Vanie. Zeg maar wat ik moet zeggen, hè. Wel, dat gauw de noodvinder zijn van die telefoonginder, zeg. Dat was, geloof ik, meneer Bill. Ja, en dat gauw in het geheim natuurlijk, Bacon heeft opgebeld, voor die valse berichten laten om te roepen, dat we alle moesten komen. Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan. Ik kom daar vooruit. Allee, vooruit, Verrastenhoven. Ik zou zo graag hebben dat jij mij eens onder handen neemt. Als dat waar is, Fanny, dan neemt de zaak nog grotere vormen aan. Hoe groter de vormen, hoe liever dat ik het heb. Onze taak is het gezag te ondermijnen. Het gezag overbodig te maken. Bevel en gehoorzaamheid af te schaffen. Onze taak is van alle mensen één groot gezag te maken. De wereld van samenwerking volgens de regels van de mensen zelf. Weg met de hiërarchie. Leven de anarchie. Geen directeurs niet meer? Geen directeurs. Afdelingschefs, onderafdelingschefs, directeur-generaal, eerste minister. Je hebt een beetje te veel gedronken, hè, de pisser? Vannie. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om u van harte te feliciteren? Ja, ik kom zo pas van een ontmoeting. Met de Karel, hè? Mijn vriend, de directeur-generaal, van niet? De Pisser. De Pisser. Een ernstige bespreking. Op het einde was hem wel een beetje... Maar van, kom een ernstige bespreking over de afwezig zijnde klasseerders op de receptie. Een secretaresse heeft naar haar voeten gekregen. Maar wie heeft er op het laatste moment toch de hele zaak nog weten recht te trekken? Wie? Fanny, door een eenvoudig, bescheiden telefoontje. Karel heeft mij persoonlijk gezegd. En mij gezegd, gelukkig, Karel tegen mij persoonlijk, gelukkig heeft die een man mijn figuur van directeur-generaal gered. Oh, maar dat was niet de bedoeling. Nee, dat weet ik. Dat weet ik dat niet de bedoeling was. Ik ken ik wel, de pisser. Fanny, maar laat het nou maar zo zijn. Gefeliciteerd. Ook van mijnentwege. Maar zouden nu niet doodvallen? Ja, dat heb ik ook gedacht. Gedacht, hè. Zeg, Pisser. Percy. Ja. Zeg, Filemon, er komt hier. Ja. Ze is een nieuwe bediende. En een brief van de Karel, van de directeur-generaal. Ja. En die... Excuseer, is dit de dienst van meneer Tienpont? Dat is hem al, geloof ik. Mm. Ja, dat is een klein ogenblikje, meneer... De Vught. Wat? Pardon? De Vught. Ja, klein ogenblikje. Per se, kom eens mee. Zeg, jongen, pak een stoel en ga even zitten, hè. Een momentje maar, hè. Ja, kom. Zeg, jullie man, heb ik toch zeker één vooruit en vijf whiskies te per se. Ik moet onmiddellijk naar een belangrijke vergadering. Geen al te droge, hoop ik. Met hè? Ja, een kop koffie. Ja. En wat dat hier daar betreft... Ik moet hem aan de deur werken. Ja. Nee. Hij komt hier werken. Oh, maar dat gaat niet, Paul. Er is geen plaats. Er is geen werk. Per se. Voor een zoon van een senator en een neef van een secretaris-generaal moet er werk zijn. Ah, parachute. Ja. Ja. Dus vermits ik een beetje te veel... Naar vergaderingen moet. Weet hoe dat gaat, hè, per se. Glas vol, glas leeg. Glas vol. En je hebt een geneten in uw buik. Ja, vol, leeg, niet waar? Leeg. Ja, dus per se, bevel van directeur-generaal, niet waar? Hier is een dossier. Ja, geluk ermee. Ja,
Dag, Poel. Goed thuis, hè? Ja. Dag, Poel. Gefeliciteerd, hè, Fanny. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt, hè, Fanny. Graag gedaan. Graag gedaan. Excuseer. Als meneer even wil neerzitten, ik heb wel een stoel voor u, hoor. Dank je wel. Nee, niet zo voorbarig, juffrouw Paas. Ik neem de zaak wel in handen. Verrast dan ook, commissie. Dat valt u nu mee, hè, madame Paas? Bonaventure zit samen met Percé in de puree. De nieuwe. Zoon van volksvertegenwoordiger, neef van staatssecretaris. Parachute. Hier? Nee, daar. Daar is geen werk. Kom, werk. En geen bureau en geen stoel. Dat is veel erger. Dat is het grote probleem. Hier is een dossier. Allee, jongens, terwijl dat meneer Verastenhoven hier toch niet is, mijn winkel gaat open, hè? Ja, jongen, 2 pakjes geschikken voor mij. Ja, je weet toch dat ik die speciaal voor jou indoen, hè, weet ik, hè? Voor mij een doos tv-worstjes, hè. Je weet, ik neem die mee naar huis, hè. Ja, voor mij een reep. 15, ja. Jongen. Melk of fondant? Melk. Wedden? Dank je. Dat er weer een politieke benoeming is, hè? Zie je toch niet goed in waar ze die hier gaan zetten? Het is misschien een dactylo. Ja, dan zitten we jaren zonder werk voordat er hier een tweede machine komt. En een bureau ook. Ja, een stoel? Die heeft hem al gevonden, zo te zien. Meneer, de warmte van deze stoel, voortkomende van mijn eigen gat, is me meer dan me lief is. Die van u kan ik best missen. Excuseer. Het is niks. In dienst als klerk of opsteller. Als klerk dan maar. Of, Ja. Opsteller. De pes ontploft. Met zijn vuilige dichtjes. En zijn pesterijen ten mijne opzichte. We hebben de kans. We grijpen ze. Dat is dan jouw opdracht. 2 opstellers. Er is nog geen werk voor 1. De pesser ontploft. Excuseert, meneer. Maar dat is mijn stoel. Ja, dacht je dat je dat niet wist? Dat is mijn stoel, dat is mijn bureau en dat is mijn klassement. Ja, ik snap het al. Ja, maar dat doe je dat toch niet, jongen. Je ziet me hier op die stoel zitten. Ik draai even mijn gat omroef en je gaat daarop zitten. Ja, maar ik... Ja, maar jij hebt nog niet vuil op een bureau gewerkt, geloof ik. Anders zou je dat weten, jongen. Voor een stoel van een bediende, daar moet er respect voor hebben. Dat is bezit. Ja, ik begrijp het al. Nee, je begrijpt het niet. Maar ik zal u expliceren en dan gaat het misschien begrijpen. Allee, pak nou dat ga je hier al 10 jaar op deze bureau zou werken. He? En ik kom hier voor hem binnen. En ga met nou, voor 5 minuutjes even weg. Allee, pak dan bijvoorbeeld ze naar de lavatory. En roef, ik ga op een stoel zitten. Wat zou de gauw dan zeggen, als je natuurlijk terugkomt van de lavatory? Maar ik zou zeggen, die man heeft misschien al heel de dag op zijn benen gestaan. Nee, vriendje, dat zou de gauw niet zeggen. Weet je wat dat gaat zo zeggen? Gaat zo zeggen, wat een mini habens is dat nu? Dat zou de gaan zeggen. Wel, dat heb ik nog ineens gezegd. He. Ik heb gezegd, excuseert meneer, maar dat is mijn stoel. Ik heb opvoeding, jongske. Opvoeding. Meneer is gebelgd. Hela, kom. Hè. Spreek maar Vlaams, hè. Dat is al moeilijk genoeg, hè. Niet dat ik mijn Frans niet ken, hè. Ik ken mijn Frans, hè. Alors, c'est mon 16. Et votre classement et votre bureau, c'est ça. À la bonne heure, jongske. Je gaat nog een goeie willen. Mais voilà, mon ami, comme ze zit hier, ze zit neer. Oh god, ze spant er strikken. Nee, dankjewel, juffrouw. Dat is mijn stoel, dat is mijn bureau, dat is mijn schrijfmachine en dat is uw werk. Ja, maar ik kan niet typen. Meneer is hier nieuwe opsteller, Betty. Ah, nee, en verrast erover. Van onder aan de ladder beginnen, hè, vriend. Klerk. Voor mij niet gelaten. Hoe minder ik doe, hoe meer pest ik die bureaucratische consumptiemaatschappij. Hoe meer luierikken, hoe groter de anarchie. Ik vrees dat jullie het hier niet voor het zeggen hebben. Ik werd benoemd, punt. Niet hier, punt. Hallo, professor. Wie? Senator De Vught. Ah. Wie? De Vught. Werkt hier een zekere De Vught? Ja, kom. Ja. Nee, om... Ja, maar kom, ja. Papa? Nee, geen moeilijkheden. Nee, ik ben zeer hartelijk ontvangen, ja. Allemaal vriendelijke mensen. Ja, allemaal.
Wat? Ah, ja, opsteller. Ja, ik begin hier als opsteller. Natuurlijk zal het allemaal makkelijker gaan als ik hoger opklim, maar ja. Dat... Ja, dag papa. Eens even terug. Wat heb ik u gezegd? Uw diploma's, vriend. Uw examen. Geen zaken, mijn vriend. Mag ik me voorstellen? Gilbert Van Hy. Lid van de Goa Boa. De geheime ondergrondse anarchistische beweging van het openbaar ambt. Gespecialiseerd in het plaatsen van tijdbommen onder de bureaustoelen van de zonen, dochters, neven, nichten en maîtressen van volksvertegenwoordigers, senatoren en ministers. Maak je niet ongerust, meneer De Vught. Gilbert is de zachtzinnigste terrorist die je kent. Een grote mond veel woorden, maar geen daden. Van strikkenspannen gesproken. Vrienden, niettegenstaande alles. Onze oneenigheden en politieke verschillen. Is het toch een gelukkige dag voor ons kantoor. Nu er een nieuwe kracht aanrukt om ons vele werk te verlichten. Want wie zou er honger laden om een mondje mee? Opsteller Thierry De Vught moet weten dat hij, niet tegenstaande hij, een onbekende voor ons is, toch reeds in vriendschap is opgenomen. Want onbekend is niet per se... Ach, per se? Ja, excuseer, Betty, per se niet, maar excuseer. Maar onbekend is niet direct onbemind. Ik wil me dan ook bij deze verwelkoming niet onbetaagd laten, meneer De Vught. En wil u op het goede gebruik van onze traditionele dronk uitnodigen. Onze feestcommissaris, de heer Guillaume Dok, zal er wel voor zorgen. Er is toch nog iets in het kastje, jommeke? Ah, toch nog voor een fruitsappeke of een koffieke, meneer? Oh, maar dat volstaat, Guillaume, dat volstaat, zeker. Weet ik waard, wat mag het voor u zijn, een stuk? Oh, fruitsappeke. Een fruitsappeke, meneer? Caffeinevrij. Een caffeinevrij. Koffie. Een koffie. Voor meneer? Een jus d'orange. Een jus d'orange, voor meneer? Een cherry. Geen alcohol, meneer? Ja, nee. Koffie dan? Koffieke, ja, zeker. Jo? Nikske. Niks. Gilbert? Café, nee. Nee, café, nee. Allee, ik zal zien dat het er allemaal is, hè, mannen. Ja. En dan zal nu de heer Verastenoven instaan voor de praktische wijziging die u komt inhoudt, nu aan meneer De Vught. Alsjeblieft. Om te beginnen de werkplaats. Meneer De Vught, dit wordt uw bureau, uw stoel, u krijgt een nieuwe onderlegger. En schrijfgerief. En jongen dan? Dat is een reglementaire aangelegenheid. Betty, breng dit naar de vuilschuif. Ja. Dat is een affront voor de jongen, hè? Waar moet je dan gaan zitten? Op zijn duim misschien? Jean, uw collegialiteit, hè? Verrast dan over zijn gatlikker. In meer dan één betekenis van het woord. Van niet alstublieft, hè? Jij, Jean de Pester, draagt alle dossiers betwiste zaken over aan uw nieuwe collega De Vught. Ik denk er niet aan. En breng hem stelselmatig op de hoogte van zijn tuin. Doe dat zelf, gewezen opsteller. Maar Jean, je zaagt me de oren van mijn kop... Van mijn hoofd. Alsjeblieft. De oren van mijn hoofd. Verrast dan over alsjeblieft, hè. Jean, je zaagt me de oren van mijn kop dat je te veel werk hebt. Is het gedaan of is het niet gedaan? Ja, het is gedaan. Ah, wel dan. Maar geef er dan toch een klein stukje van af. Niet aan een indringer die mij met een politieke katapult in mijn rug en daarna over mijn kop zal schieten, hè? Hoofd. Wat blieft? Over uw hoofd. Ja. Niet als tegen mij, hè? Ik heb ervoor gewerkt, gevroed, gezweet en examens afgelegd. Waar is zijn examen? Dat het zo zou gaan, had ik niet verwacht. Dat komt allemaal terecht, meneer De Vught. Wij zijn allemaal een beetje nerveus vandaag. Gij moet geen partij trekken voor een vreemde. Nee, ik zie u al afkomen. Oh god, BB verslikt zich. Het is waar, Jean heeft dat werk altijd alleen gedaan. Ah, voilà. Ah, kom, jongen. Zet dat spul maar op mijn bureau. Ah, op haven bureau. Doe me niet lachen, hè, jongske. Voilà. Op zijn bureau. Ik heb dat beslist. Allee, me niet verrasten over, allee, jong. Ik noem dat een groot schandaal, ze. Maar daar stond ik me toch een beetje stom van, ze. Het is het reglement. Ja. 10 jaar zit ik hier. 10 jaar aan deze bureau, op deze stoel. Want het is bij de plek er op de grond, dat wil dat... Het is van mijn voeten. Maar dan zou ik iets willen kennen dat me je wegkrijgt, hè? Het is het reglement. Het reglement zegt, jongen, dat jij geen recht hebt op een bureau. Ja, ik heb natuurlijk wel geen recht op een bureau. Ik heb natuurlijk wel niet. Al 10 jaar maak jij wederrechtelijk misbruik van een bureau. Ja, wel, stek me dan in de bak. Dat bouw je me niet als ik mijn bureau niet terugkrijg. Hè. Dan neem ik je ontslag. Hè. Meneer Percé, kom, geef me een ontslag, maar kom. Van avontuur zijn nu werkelijk het reglement. Hè, ja, het is het reglement. Ik kan het je trouwens voorlezen. Ik heb het hier bij me liggen. Artikel... Ja, hier heb ik het. Artikel 173 quater. Aan het klassificatiesysteem wordt toegevoegd. Een stoel.
Een ladder van 7, 9 of 11 sporten te meten naar de hoogte van het klassificatiesysteem. Naar gelang de noden van de dienst wordt ook schrijfmateriaal onder de vorm van potlood of pen verstrekt. Ja, dat is alles, docs. Je ziet het geen sprake van een bureau. Ja, maar dan staat dat toch niet in dat reglement dat er aan het klassificatiesysteem een klasseerder is aan toegevoegd. En toch, zinnekeer, ik ben hier toch nog altijd geloofd. Zeg eens, wat is dat hier voor? Hé, of daar een poten af, makker, dat is van mij. Is hem niet verrast over? Waarom kie je dan mee naartoe? Hier, ze. Jomme, volgens het reglement heb je recht op een stoel. Hier staat uw stoel, ga erop zitten. Ah, oh, nee, neem me niet per se. Nou, moet ook maar geen gebakken broodjes afkomen, hè. Maar jongen, we zijn toch maar slachtoffer van het reglement. Even dat verstoel, hè. Als ik dan toch uitgerageerd word, dan mij niet de per totaal. Jongen, we zijn allemaal slachtoffers van een reglement van 50 jaar oud. Daar staat uw stoel, ga erop zitten. Je mag dat allemaal zo persoonlijk niet opvatten, jongen. Jongen, als afdelingschef, hè, heb ik recht op een houten bureau met gedraaide poten. Ik heb geen gedraaide poten. Dat ze me vandaag allemaal aangedaan hebben. Durf ik toch tegen mijn Adelbert niet gaan vertellen ze.